Hoi, welkom bij mijn eerste video. Ik ga jullie leren hoe dat je een rots op het water moet tekenen. Eerst begin je met deze rots. En dan trek je een streep van het water. Zo. Jij denkt dat het nu al klaar is. Maar dat is nog niet zo. Het water geeft altijd de afbeelding terug naar de boven. Dus moeten we die ook maar eens ondersteboven tekenen. Dan moeten we een waterval laten aflopen. Doe je dat bij deze ook. Dan ga ik eventjes wat kleurgeef pakken. En ga het eventjes inkleuren. Het water gaat geen kleur geven, want het is al blauw. Maar dit geeft weer gewoon lekker en ook een blauw kleurtje. Zo. Dan ga ik nog eventjes deze streep van het water tekenen. En nu gaan we eventjes wat kleurtjes zoeken voor de rots. Hier, ik heb het gevangen. Nu ga ik eventjes met dit. Het is wel speciaal. Ik denk niet dat jullie dat thuis hebben. Het is eigenlijk zo'n soort van zilver. Daarmee kleur je het helemaal in. Ik heb het was bijna open, dus heb ik het eventjes het veldje ervan gedaan. Oh. Dan nog, we kunnen nog gebruiken. Ik ga hem ook eens wat open smeren. Voilà, nu ligt het al meer op rots. Ik hoop dat het voor jullie wel duidelijk is, als je het ziet. Nu ga ik eventjes nog met dit stukje de onderkant doen. Het is niet zoveel als dat hier. Nu gaan we het open wrijven. En nu ga ik eventjes een zacht dat oploopt.
onderkant. Ja, het water daar is wel nogal donker. Dus ga ik het hier ook wel wat donker maken. Zo. Dit is uiteindelijk de tekening geworden. Er rolt op het water. Als jullie willen dat ik teken nog zo van die video's maak met allemaal tekeningen, abonneer je dan zeker op mijn kanaal en druk op het belletje zodanig als je weet dat wanneer dat ik een video upload. En geef zeker een like omhoog.